Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 juli 2016. Dit is update van vrijdag. Vandaag een iets kortere uitzending, althans met wat minder onderwerpen mede, omdat er vanavond laat ook een lange uitzending is. Morse hebben we een SSTV foto in PD50. Radio Mi Amigo International is een station dat een internetstream heeft en dat daarnaast op verschillende korte golf, FM en middengolffrequenties uitzendt vanuit het buitenland. Ik weet niet hoeveel het station daadwerkelijk met de oude Mi Amigo te maken heeft, maar ze hebben meerdere namen die in Nederland en daarbuiten bekendheid hebben. Bijvoorbeeld Peter van Dam, bekend van het oorspronkelijke Mi Amigo, die sinds kort aan het station verbonden is. Daarnaast Ron O'Quinn, die voor verschillende zeezenders werkte, maar tot een paar maanden geleden ook programma's maakte voor de Mighty KBC. Het station heeft een aantal verbeteringen aangebracht, onder andere een betere internetstream, een veel betere internetstream. Op 21 juli zet het station om dat te vieren uit via diverse frequenties met een extra sterk signaal. Het betreft een live uitzending die via verschillende frequenties vanuit KAL te horen zal zijn. Dat is het korte golfstation waar ik zelf een jaar geleden ook uitzond. En verder met een sterke zender vanuit Riga op een iets wat onhandige frequentie, 1485 kHz. Dat is in Nederland de frequentie van de 1 watt vergunningen. Daarnaast zenden ze met 100 kW uit vanuit Armenië op 11.850 kHz in de 25 meter band. De uitzending is in hoofdzaak in het Engels, maar er wordt ook Nederlands en Duits uitgezonden. Mi Amigo, dat was een van de zendschepen waarmee Radio Caroline uitzond. Later zond daar het station van wafelbakker Sylvain Tak vandaan, die de naam van het schip als stationsnaam gebruikte. En een constructie van een gelijknamig station aan de Spaanse kust had, waar adverteerders zaken mee deden en waar de discjockeys voor werkten. Zogenaamd stond dat los van de zeezender en werden de programma's min of meer per ongeluk van het Spaanse lokale station ook op de zeezender uitgezonden. Het schip kwam op 19 maart 1980 in zwaar weer terecht. De storm met windkracht 10 sloeg de boot die toch al niet al te stevig meer was van zijn ankerketting. Het schip liep vervolgens eerst op een zandbank en uiteindelijk zonk het een dag later, waarbij de mast zo'n 39 meter boven het water bleef uitsteken. Het schip ligt slechts 2,4 tot 4,9 meter diep. In juli van 1986 brak overigens de mast van het schip af. Het zendschip heeft een legendarische historie. Al in 1961 zat het Zweedse Radio Nord op de Mi Amigo. Andere namen van stations vanaf het schip zijn Radio Atlanta, Radio Caroline, Radio 199. Radio Veronica zond in 1973, toen het eigen schip op het strand lag, 9 dagen lang vanaf de Mi Amigo uit. En verder was er nog Radio Atlantis, Radio Seagull en natuurlijk Radio Mi Amigo International. In het SSTV-beeld vandaag een prachtige foto uit de gloriedagen van de Mi Amigo. En trouwens Adriaan bedankt voor de tip over dit onderwerp. Hens Papa Alpha 1 Victor Lima Delta vroeg verder nog om een oproepje te doen of er zendamateurs geïnteresseerd zijn om in QSO's programmeerkennis en ervaring uit te wisselen. Het gaat er met name om C++, Visual Basic, RPG-CL-CMD, AS400 staat er tussen haakjes achter, om QBasic, Power Basic en nog een paar andere varianten. Hens is vast wel via deze repeater te bereiken, maar als dit niet lukt, ook via Skype met zijn callsign, Papa Alpha 1 Victor Lima Delta. Ja, vergeet niet om vanavond laat naar de lange uitzending te luisteren op PI3UTR. Dat begint met een herhaling van de Nederlandse Daily Minutes, zoals die op NOS zijn uitgezonden, allemaal achter elkaar, inclusief de SSTV-plaatjes. En daarna is er als op tijd zijn de Amateur Radio Newsline en in elk geval de Deutschlandrundspruch. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefrontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Elektron kijken of die kars CQPA of op hamnieuws.nl. Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Dit is Papa Alpha 0 Echo, Tango Echo. Nee, die ken ik niet.